En de bel. Dat mag Duitsland niet meer weggeven. Bijna een seconde in het voordeel van de Duitse vrouwen. Lukert heeft het moeilijk om te volgen. Komt. Oh, ik heb het gehad. Wat mis bij de Friesinger. Bij de nu. Friesinger gaat fout. Friesinger kan niet volgen. Friesinger kan niet bestaan. 1 seconde nog. 1 seconde moeten de Amerikaanse vrouwen goed maken. Friesinger kan niet finishen. En er wordt niet gewacht. En dan kun je Friesinger ook niet duwen. Maar ook Rodriguez ligt erachter. En dat is Duitsland. Friesinger redt het net met val. En Friesinger heeft dat niet in de gaten. Want die stampvoet en die slaat met de vuist op het ijs. Ze denkt dat ze verloren heeft. Ze denkt dat ze verloren heeft door haar schuld. En nu ziet ze het. Wat een finish. Nu ziet ze het. Dat het genoeg is. Als een drenkeling aangespoeld op een eiland ligt ze daar. Tranen van geluk. Ze blijft staan, moet je kijken. Wat een karakter ze toch vecht heeft in daar, de laatste ronde. Vecht daar voor een medaille, vecht daar voor de leven in die bocht. Er wordt niet op haar gewacht. Nee, maar die zien het ook niet. Kijk eens wat hier op de achtergrond gebeurt. Wat een beelden. Mooi in beeld gebracht. Ze geeft niet op, dat is ook Friesinger. Ja, ze zet de tanden erin. Maar ze denkt wel dat de moeite vergeefs is. Want kijk nog eens naar die finish zo. Kijk naar Anschutz. Hand op de benen. Die denkt ook dat het voorbij is. Die schudt de hoofd al. Kijk, daar komt ze. Ze zwemt gewoon over de streep. Zwemmen. Schoonslag. En ze denkt, we hebben verloren. Alles is voorbij, denkt ze. En dan breekt de lente door. De zomer. Snikheet. En dan tranen. Maar Duitsland met Anni Friesinger in de finale.